Zo, welkom op een vlog van vrijdag. Ik weet niet hoeveel dat is vandaag, godverdomme. Ik geloof de derde of de vierde. Ik weet het niet juist. Moet ik even op mijn gsm gaan kijken. Op mijn voorlopige gsm. Het is... dat ik het niet weet. Mijn gsm is dus ook nog niet ingesteld. Oeh. Voilà, nu ga ik nog even bij de Q8 binnen. Voor mijn levensmiddelen. Mijn Q8 is zich aan het veranderen. Voilà. Tof. Voilà, we zijn bij de Q8 aangekomen. Dus voor mijn levensmiddelen. Even eens kijken. Goedemorgen, een L&M van 10 euro alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft, bedankt daar. Voilà, ik heb nu mijn sigaretten. En dan kunnen we weer verder gaan naar mijn vrijwilligerswerk. Het was wel redelijk druk, een keer achter mij. En nu volle gas, want ik heb nog maar 8 minuten om daar te arriveren. En het is toch nog een stukje rijden. Moet je mijn gordel niet aandoen? Goed gezien, Dimitri. Echt waar. Zou dat jullie even niks zien? Voilà, ik heb mijn gordel aan. En nu gaan we het eerst al oversteken. Voilà. En nu weer al wachten tot het groen is. En muziek weer al uit, omwille van een Franse kerkstation. Kopie. Clyde Claims. Dus ik heb mijn evengoed, mijn middelen, dus mijn sigaretten, dat is al check. Ik ben nu naar mijn vrijwilligerswerk aan het rijden, check. En niet maar wachten dat ik over kan. Hè. Voilà, ik kan over. Oeh. Dus tot straks, want ik ben weer al aan het rijden en ik moet schakelen. En dan gaat het heel moeilijk met mijn één hand. Ik ben wat te laat op mijn vrijwilligerswerk gezien dat ik nog aan het rijden ben. Ik denk 3-4 minuutjes. Maar het was terug op de baan. Ik ben ook nog gestopt met de Q8. Daar heeft het alles om gedaan. Dat er nog iemand een broodje moest bestellen, maar daar ben ik niet kwaad om. Dan ben ik er wat door aan het rijden. Dus ik kom drinken bij mijn vrijwilligerswerk en dan was dat ook nog een programma. Ik ga dan ook naar Christophe en Cindy. Daarna is het dan de beurt aan mijn bomma. En dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen vandaag. Draaien. Voilà, dat is ook alweer gebeurd. En nu nog een keer indraaien. Voilà, even wachten tot genoeg plaats is om te zien. Ja, ik kan nog wat verder. Ik kan er nog wat verder.
alleen dat de andere auto's daar zijn, voilà. En nu pas komen de andere auto's aan. Kijk, tjoef. Voilà, ik ben aangekomen. Voor de laatste keer een Q-ambassadrice. Maar mijn raam moet wel toe. Het is vrijdag 4 november. Ik heb juist gekeken op mijn gsm. Ik heb mijn gsm nog in orde gezet, maar ik kan mij niet aanmelden op mijn e-mail. Dus daar moet ik ook nog een oplossing voor vinden. Zoveel te doen, hè. Maar ja, ik ga eens beginnen met te werken dan. Zo, nu moet ik me nog omkleden, ziet je. Ik heb mijn kleren. Dus ja, geniet er maar van. En nu ga ik dus ook nog een wandeling maken. Dus naar mijn boma. Dus we gaan kijken als we te voet kunnen wandelen naar Vilvoorde toe. Naar Medialaan 1. Voor daar te steunen gaan te betuigen voor de Rode Neuzendag. Dus ik hoop dat het een heel leuke wandeltocht wordt. Het is niet warm buiten, maar ik heb het ervoor over voor de Rode Neuzendag. Dus... Zo, mijn ontbijtafwas is juist gedaan. Nu ben ik aan het wachten op de middagafwas. Wat ik ondertussen ook heb gedaan, daar zijn de bombakken en al ook schoongemaakt. Dus ik ben zeer goed bezig op mijn werk. Ik ben stiekem aan het filmen. Maar ze kunnen toch niet raden waar ik juist zit. Focus. Ja, dus maar ik ga verder nu mijn gezondheidsstaafje oproken. En dan gaan we weer beginnen met de middagafwas. Eerst met de soeptassen en daarna de rest. Voilà. Mijn vrijwilligerswerk is gedaan. Dus nu moet ik mij weer al omkleden. Want die kleren moeten hier blijven, natuurlijk. Zo, nu ben ik richting mijn auto aan het gaan. Dan hoor je nog zelfs de ambulance, dat is nooit goed. We gaan nu richting Cindy en Christophe. Ik moet oppassen dat ik mijn vinger niet op het micro zet. En voor jullie, LAN, NEP, TOELAN en CULAN. Hier staat nog eens reclame voor jullie. 11, 12 en 13 november, NEP TOELAN. En CULAN op 10, 11, 12 en 13 november. Dus één dagje extra. En op CULAN, daar ben ik ook aanwezig. En nu op naar Cindy en Christophe. Daar eerst het geld halen en dan... onderweg naar Cindy en Christophe toe komen we ook wel mooie plekjes tegen. Zie je dat? Hoe mooi. De fruit teelt. Ja, ja. Dat is echt heel mooi. Ik wil je dat even laten zien. En hier ook, hoe mooi dat deze weg is. Allemaal gekleurde bomen. En dan komen we een wijkje terug tegen. Ja, opnieuw. Heel mooi landschap. Kijk maar. Oh. Toch schoon, hè. Heel schoon. Ziet dat daar eens. Hoe mooi. En daar de windmolens. En hier de suikerbieten. Ja, ja. Op naar Cindy en Christophe. Ik heb nog mooi plekjes tegenkomen. Daarom dat ik ook even terug opnieuw begin te filmen. Ziet. We gaan naar Borlo toe.
heel rustig optrekken. En daar zijn ze in het landschap aan het werken. Dat is toch eigenlijk schoon, hè? Hier wonen, dat wil ik wel. Maar, er is wel een maar. Ik heb al niks bij de hand. Geen winkels. Dus, je inkomen moet je er al redelijk terug ver al rijden voordat je inkomen kunt doen. Je moet al richting Gingelom terugrijden. Of landen, daar heb je ook redelijk wat winkels. En dat is redelijk ver van hier. Verschoon. Ja, en nu zijn we terug aan het dorpje. Nu moeten we terug ons aan de snelheid. Dat al mijn Steam spelletjes binnen is. Dus ik heb ze allemaal gedownload. Dat betekent dat ik genoeg, maar ook genoeg gaming movies kan gaan maken. Dus dan gaan we daar ook deze weekend daar ook mee bezig houden. Dus we gaan gaming movies maken. Dus voor de vloggen zal het dan heel weinig zijn. Maar ik ga het sowieso nog kijken wat we kunnen doen voor de vloggen. Straks om 4:30 vertrek ik naar mijn bomma toe om gaan te eten. Dus dan maak ik er ook nog wat beelden van. En dan zien we nog wel wat er dan nog naar mijn bomma gaat gebeuren. Ja, ik kijk ook in mijn spiegel. Dus ik sta nu voor een spiegel. Kijk maar. Zeg maar eens hallo tegen jullie eigen. Hallo. Alles goed? Ja. Nog iets te zeggen? Nee? Oké. Ja, ik ben nu naar u aan het kijken, hè. Die gaat nu naar jou, hè, kijker. Ja. Moet toch ook gebeuren, hè. Oké, tot straks. Ja, dus een nozel doen, dat kan dus geen kwaad. Plus, het doet geen zeer. Zwaar of niet? Ik ben bij mijn moeke. Dus je ziet, ik ben hier niet op mijn kamer, dat ziet je. Ik ben ook nog even naar Enzo Knol aan het kijken op YouTube. En dan ben ik hier nog aan het sms'en. Met een goede vriend van mij. Moet ook gebeuren, hè. Contacten behouden met elkaar. Ziet, dus ik heb weer een net een mesje. Dus ik moet weer beantwoorden. Ha, oké, schrijft hij. Ik heb even aan het terugschrijven. Tot straks. Voilà. Dat is ook gebeurd. Dus we gaan nu verder kijken naar Enzo Knol. We gaan nu terug richting naar mijn thuis toe. Dus naar mijn ouders en thuis. En ja, ook als passagier doe ik altijd de gordel om. Je kunt nooit weten als er een zot op de baan is die... Oeps. Die onnozel rijdt en dan tegen ons rijdt. Ja, dan heb ik nog altijd mijn veiligheidsgordel aan. Nee, dus we gaan subiet terug door naar huis toe. En dat moest je ook hebben gezien. Kijk, hè. Oh, dat is daar heel mooi verlicht. Heel mooi. Allee, tot straks. Ciao. Dat doet deugd. Dat je zo lang in een auto zit en dan... Dat je dan in één keer moet plassen en dat er nergens geen wc in de buurt is. Dat je dan naar de wc kunt gaan. Zalig. Nu ben ik terug op in de kamer. Ik ben nog een kabeltje zoeken en dan kan ik weer al weg. Ik ben nu nog de beelden van vandaag, de vlog van vandaag. Ik ben nu de vlog van vandaag al op mijn computer al aan het zetten. En ook van de voorbije dagen. Het staat nu op mijn computer, dus kan ik er straks ofwel morgen vroeg daar al aan beginnen aan de renderen. Voilà, het staat nu op de computer. Dan gaan we de computer al terug al afsluiten, dus dan is die... noem je zoiets... Wacht, hè. Shit, ik ben op van alles nu aan het drukken, waar weer al niet op moet gedrukt worden. Afsluiten, voilà.
Kijk, dat bedoel ik. Een SD-kaartje, ja. Dus ik heb weer al alles van een SD-kaartje gehaald. Dus dan gaan we dat daar uithalen. Voilà. Deze SD-kaartje. Ik ga hier nu terug insteken. Voilà. De batterij. Die zit al in mijn zakken. En nu gaan we die zak hier zo terugsteken. Al die kabels wat er hier uitsteekt. Ja, dat is allemaal van mijn computer. Allemaal. Allemaal van mij. Muhaha. Dus dan pak ik nu nog dit ermee. Mijn tablet. Ik heb mee. Mijn sleutels natuurlijk. Mijn postje waar deze camera dan in komt te zitten. Die kabel hebben we niet nodig. Deze gaat hier terug in. En de MSI. Voilà. Dan hebben we deze kabel nog wel nodig. Mijn levensgroepbemiddelen. De sigaretten heb ik ook nog nodig. Ja, ja, ja. Alles nu nog even goed wegsteken. Knots. Een SCART-kabel, niet nodig. Voilà, ook al terug al weggelegd. Dan doe ik nu mijn jas aan. Voilà. Ah ja, dat wil ik ook nog laten zien. Wat ik heb gevonden in Sint-Joris in de wasserij. Van gisteren, toen ik werkte. Dit. Kunnen jullie het zien? Dit hier. Ik ga even naar het licht toe. Een soort lepelke. Een houten lepeltje. Voor medicatie of zo toe te dienen. Maar nu ga ik zulkens even aan vertrekken, of anders gaan we zelfs. Heel twee mensen zich afvragen, waar blijft een die? Is het weer al aan het vloggen, joh? Moet het weer allemaal zo lang duren, joh? Ja, natuurlijk, het moet zo lang duren. Dus dan ga ik nu een stukje even aan vertrekken. Ik ben nog even bij de Kwik gestopt. Nog een lekkere milkshake. Aardbeien gaan uithalen. En die zijn zo heerlijk, hè, die van de Kwik. Zo, ik ben nu thuis aangekomen. Ik zweet mijn tabletter. Ja, want de verwarming heeft continu aangestaan. Ik ben blij dat ik terug thuis ben, want ik ben weg af. Voilà. Bij deze beëindig ik ook ineens de vlog. Voilà, mijn goddeluid in. Ik heb wel maagpijn. Dus ik zal maar eens dooddoen dat ik naar binnen kan gaan. Het regent. Maar ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat zijn weer al 20 seconden. Doe zeker al een blauw duimpje omhoog. Als je het nog niet hebt vergeten. En abonneer je zeker hieronder. En voor de rest zeg ik nog een hele leuke, prettige dag nog verder. Yo! Zo, ik ga nu nog richting mijn bedje in. Ik ga dan nog wat tv kijken. Familie en noem maar op. Ja, ik moet wat terugspoelen. Het is al redelijk laat. Het is nu al 23:08. Dus de dag begint, is beëindigd binnen 52 minuten. Dus dat betekent ook dat nu effectief, het einde van mijn vlog is aangekomen. Je hebt mij gezien omkleden nog. Dus nu ga ik gewoon hier, voilà, in mijn bedje. En dan tv kijken.
Ja, ik mis het. Ik mis een partner. Ja, ik mis een partner. Maar ik geef mijn hobby's niet op. Ik heb nu een hele leuke nieuwe hobby gevonden. Dat is vloggen. En oké, daar komt heel veel tijd in bekijken. Maar ooit wil ik wel een partner hebben dat we dat ook samen kunnen doen. En ik ga vandaag nog iets bekendmaken. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik heb daar echt heel lang over nagedacht. Dat ik dat ga zeggen tegen jullie. Het heeft met dat te maken. De kast. Je weet, ik heb al redelijk wat vriendinnetjes gehad. Waar ik niet meer te veel wil over vertellen. Maar ik ga sowieso zeggen, ik ben voor ze. Fuck man, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ik heb zoveel schrik dat er haat gaat komen. Haat naar mij toegericht. Wat ik eigenlijk niet wil. Maar veel van mijn vrienden weten het al. Maar nu wil ik het echt ook openbaar maken. Ik weet dat dat het kan gaan uitlijken dat mijn ouders het gaat weten. Mijn ouders en mijn familie weten het er ook nog niet van. Ik zal niet te lang niet meer rond de pot draaien. Ik moet toch echt een goed moment vinden om het te gaan te zeggen. Sorry Kaat, sorry schat, maar ik ga er vooruit komen. Merci Chris Dries, moet ik sowieso ook al heel veel bedanken. Ik denk nu heel veel aan jou, sorry daarvoor, maar ik denk nu echt heel heel veel aan jou Chris. Maar ik moet het ook ene keer durven te zeggen. In het openbaar. Eigenlijk moet ik het ook nog zeggen tegen mijn ouders. Maar dat is ook nog altijd niet van gekomen. Ja. Ik ben voor ze allebei. Wat bedoel ik ermee? Ik val niet echt vallen. Ik kan er nooit verliefd op worden op mannen. Maar gewoon eens om seks te hebben met mannen. Ik heb het al gedaan, ik ga het eerlijk toegeven. Ik ga niet de namen opnoemen, want ik heb daar geen toestemming voor gevraagd voor die namen vrij te geven. Van Channel Weekend en Pillow Weekend en Perlo Weekend.
Nee, ik zeg dus totaal geen namen. Ik moet daar echt toestemming voor hebben. Ik heb wel al relaties gehad, dat weer wel. Dus wel relaties gehad met meisjes. Mijn langste relatie heeft 11 maanden en. Nee, heeft zeker 2 jaar geduurd. Dat was met Sarah Schuurmans. Daar ben ik nog. Daar ben ik haar echt heel dankbaar voor. En daarna was het Ashley, daarna was het terug Sarah, daarna was het. Na Sarah. Was het dan. Was het dan al Lisa? Ik ben nog iemand ertussenin vergeten. Dus Lisa en Sarah. Ja, Kaat. Kaat heb ik maar 1 keer gezien. Maar Kaat, als je ook naar mijn vlogs kijkt, ik heb nog gevoelens naar jou toe. Maar het is allemaal zo ingewikkeld tussen ons. Zo ingewikkeld. Ik wil u helpen, maar je laat mij hulp ook niet toe. Ik snap het gewoon niet. Als je deze video ziet of zo, stuur nog eens een sms'je. Want ik mis je. Echt waar, ik mis je ook ontzettend. Daarna ben ik ook nog met Sarah Benoit heel veel aan het mee op en trekken. Als goede vriendschap. En daar ben ik ook echt heel blij om. Dat is ook weer een meisje. Dus je ziet, ik voel me nog altijd aangetrokken naar meisjes toe. Dan naar jongens toe. Maar seks hebben met jongens. Ik vind dat wel leuk, maar het probleem is. Ik heb een heel snelle blokkade. Dus. Ik stel me voor, yes, het gaat eindelijk gebeuren. Het gaat eindelijk gebeuren. Dan. Ga ik al richting een koppel toe. Een homokoppel. Noem geen namen. Ik ben daar op bezoek. Ja, we hadden dus afgesproken dat we dus dan een trio gingen doen. Met mannen dan. En oké. Uiteindelijk, yes, de stap gezet. Daar naartoe gereden, naar hun thuis toe. We hebben een hele leuke babbel gehad. En ja, daar is het eigenlijk op gebleven, met babbelen. Hun wisten ook niet juist wat zij moesten doen, wat hun moesten doen. En ik wist ook niet juist wat ik moest doen. Voor te zeggen, ja kom, laat het nu gebeuren, of kom, laat het nu niet gebeuren. Ik heb het daar echt heel moeilijk mee. Maar ik ben vandaag eigenlijk blij dat de wereld eindelijk weet wat voor een jongen dat ik ben. Dus voor als jij dus als kijker hoe biseksueel ben of homo of lesbisch, ik heb daar allemaal niks op tegen. Het is uw eigen keuze wat je moet maken in uw leven. En ja, wilt je eens een pleziertje doen met mij? Ja, contacteer mij dan. Dan contacteer ik u ook dan wel terug. Maar iedereen mag het wel weten. Ik sta nu iets meer dan een jaar droog. Als ik begrijp wat ik bedoel. Dus met droog staan. Dat het voor mij al meer dan een jaar geleden is.
dat ik betrekking heb gehad. En ja, ik mis dat. Mis ik het vuil? Denk het wel. Maar, er is een maar. Stel, je zit een meisje. En ja, oké, ik weet dat ik me nog moet scheren. Dat ik dan mooier eruit zie misschien. Of misschien ook niet. Laat zeker hieronder iets weten hoe je me vindt. Oftewel geschoren, oftewel ongeschoren. Ja, ik wil geen moed worden. Stel dat je zit een meisje en je kijkt naar mijn video's en je denkt, daar ziet me toch ook wel een leuke jongen uit, een toffe jongen, die wil ik ook wel beter leren kennen en al. Ja, dat is nu een dating oproep wat ik nu doe. Twijfel niet en contacteer mij via YouTube of via e-mail info@psychotv, dus S-Y-C-O. TV aan elkaar allemaal vast.be en dan komt dat allemaal op zijn plooi terecht. Spreek me aan op Facebook via mijn fanpage. Ik beantwoord echt alle vragen. Dus heb je ook een andere vraag dat niet met liefde te maken heeft of betrekkingen? Heb je een totaal andere vraag? Je mocht dat ook altijd geruststellen via mijn fanpagina op Facebook of via Twitter of via Instagram of via Skype of via Steam of via Origin of via SMS of via WhatsApp of via Viber. Ja, ik heb ze allemaal, wat ik dus echt opnoem. Ben ik dan nog één vergeten? Ik denk het niet. Ja, oftewel via YouTube. Dat gaat dus ook. Niet hieronder, maar je kunt ook privéberichten sturen naar mij toe. Daar ben ik jullie ook nog altijd dankbaar voor als er vragen zijn. Ik beantwoord ze al te graag. Of als jullie zeggen, oh, kom eens bij mij thuis eens vloggen. Of maak eens leuke video's van dat of van dat. Dan ga ik kijken in mijn agenda, in mijn programmering. Als dat allemaal haalbaar is en doenbaar is, dan doe ik dat ook. Wat ik ook terug wil opnemen, ook via mijn YouTube channel. Dat is mijn leven nog wat spannender te maken. Ik wil ook zien dat ik terug de doe-opdrachten ga opstarten. Maar dan ga ik wel in samenwerking gaan voorlopig, voor de eerste paar maanden dan, met de politie. Dat ik te goed uit ben wat wel mag en wat niet mag met doe-opdrachten. Heb je nog, of heb je echt een andere vraag of zo? Stel ze mij maar gerust en al. En ja, ik beantwoord ze wel. Echt waar, ik beantwoord ze. Maar ik krijg hier nu jullie laten. Want dit is nu al echt een hele, hele lange vlog geworden. Ik wil nog naar tv kijken. Het is intussen 23 na 11 geworden, bijna 11:30 s'nachts. Middernacht bijna. Dus de deze wil nog wat tv kijken. En de deze moet ook nog wel kunnen slapen. Hè. Allee dan. Via deze weg. Nogmaals. Wat ik de juiste ook heb gedaan. In mijn auto. Een dikke vette. Yo! Vergeet zeker niet te abonneren. Hè. En een blauw duimpje omhoog. Daar ben ik je heel veel dankbaar voor. Want ik hoop dat ik die blauwe duimpje nu wel heb verdiend. Dat ik heb die
uit de kast ben gekomen. Dat jullie weten wat mijn aardheid is. Dus ik ben 100%, niet echt 100%, pak 35% hetero. Dus dat ik echt puur op meisjes val. Op meisjes val qua liefde. En ja, oké, ik word dus graag genomen. Daarvoor moet je niet per se homo zijn. Dus ik ben per se biseksueel. Maar naar de meerderkant toe, naar de meisjeskant toe. Voor een relatiestand stabiel te houden en al. Dus als ik een meisje heb, of zo. Ja, natuurlijk, sorry jongens. Ja, dan gebeurt het sowieso niet meer. Dat hoort onder bedriegen dan. En dat wil ik dus ook niet. Dus ik wil ook niemand, maar ook niemand bedriegen. Stel als ik een relatie heb. Dat is het vieste wat je ooit kunt doen in een relatie. Met een iemand anders dan in bed gaan. En dat heb ik genoeg al meegemaakt in mijn leven. Ik kan daarvan van meespreken en ook mijn stommigheid. Maar je ziet, ik ben nu weer al af en twaalf naar weer naar een nieuwe verhaal toe. Die nieuwe verhaal, die ga ik nog even inslikken voor morgen. Dan zal je het er ook nog wel eens wat over hebben. Of anders gaat deze vlog echt veel te lang zitten. Ik ga nu heel snel kijken hoe lang ik nu aan het filmen ben. 17 minuten en een half. 17 minuten en een half ben ik zo nu aan het filmen. Ben ik zo aan het praten tegen jullie toe. En dan moeten jullie ook nog denken. Ik heb daarvoor ook nog wat gefilmd. Dat is het ook nog allemaal hier in mijn compilatie. En ja, dat is nu zo'n lange vlog geworden. Dus ik ga bij deze nu hier echt beëindigen. Een dikke, vette yo naar jullie toe. Dat jullie deze vlog echt effectief hebben uitgekeken. En nu wil ik echt tv kijken, of anders blijf ik lullen. Salut, bye bye, en een dikke vette yo, nogmaals. 3 keer yo, waarom zeg je dat toch? Ik weet het niet. Dat ik het leuk vind. Allee, ik hoop tot morgen. Allee, tot morgen, yo.